Mijn naam is Ishaq. We gaan vandaag interviewen. En mijn maatje, mijn collega, die heet Ibrahim. En ja, zoals hij al zei, gaan we vandaag mensen interviewen. Wij gaan de frisse blik doen. Vindt u zwemmen een moeilijk sport? Nee, ik heb zelf ook altijd gezwommen. Ik ga ook heel graag zwemmen met mijn kinderen en met mijn kleinkinderen. Nee, het is in tegendeel een hele leuke en makkelijke sport eigenlijk. Nee, zwemmen is niet een moeilijke sport. Nou, het is ook lastig en vele kinderen zijn bang voor water. Ja, ik vind zwemmen niet echt lastig, maar voor de mensen die het nog nooit hebben gedaan, vind ik het wel lastig. En hoe heeft u leren zwemmen? Ik heb vroeger ook op school op zwemles gezeten. Ik heb 3 diploma's gehaald op school. Nou, dat is een aparte verhaal. Sinds klein, mijn vader heeft me gewoon geleerd hoe ik moet zwemmen. Ik kom zelf uit Aruba, naar een mooie stranden. Dus daar heeft mijn vader mij bijna iedere dag meegebracht naar het zee en mij leren zwemmen. Ik kom van de Antillen en ik woonde naast de zee. So, het was voor ons makkelijk om dagelijks vanaf kleins, vanaf jouw leeftijd zo, naar langs de zee te lopen en in het water te springen. Ja, ik durf eigenlijk nog steeds niet te zwemmen. Heel veel mensen, ja, wil je filmen? Sommigen zeggen nee, sommigen ja. En verder vond ik het best wel heel erg leuk. En ja, fijne dag nog verder. Pitchka man, drie zingen. Ik ben Ibrahim, ik vond de interview wel heel erg leuk. Er waren heel veel mensen met een keuze of ze wel of niet wouden gefilmd worden. Veel mensen zeiden nee en veel mensen ja. Dus ja, het was vooral ook leuk om steeds rond te lopen in de markt. Want we waren bij Lambert de Zaaplein en daar was toevallig een maandagochtendmarkt. Ja, voor de rest vond ik het heel erg leuk, interessant ook. Ik had veel gezelschap. Ja, tot de volgende keer. Doei!